Districtscommissaris Nisha Kurban is onlangs beëdigd tot de nieuwe DC van het district Nikeri. Hiervoor heeft zij het ambt vervuld van ambassadeur. We zijn op bezoek vandaag en hebben met haar een kort gesprek. DC Kurban, welkom. U was ambassadeur, zei ik in de aankondiging. Hoe is die switch tussen ambassadeur zijn en nu DC zijn? De switch van ambassadeur naar districtscommissaris. Ik zie geen problemen in die switch. Het is voor mij makkelijk en soepel gegaan. En wat is het verschil tussen in werk hoor, tussen ambassadeur zijn en een districtscommissaris zijn? Beide functies vertegenwoordig je eigenlijk de staat Suriname. Het verschil is dus als ambassadeur dat je eigenlijk je land, je regering, in een ander land vertegenwoordigt. En dan zijn er weer andere spelregels daar. En als districtscommissaris ben je in principe de vertegenwoordiger van de regering in het district. Zo, en dat brengt een heleboel taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden met zich mee. Maar desondanks, ik zit nauwelijks 2 maanden en het lukt me aardig. Maar welke is moeilijker, ambassadeur zijn, DC zijn? Beide functies hebben zo hun moeilijkheden en makkelijkheden. Dus ik heb niet ernaar gekeken van wat moeilijker is en wat makkelijker is. En wat is voor u de beweegreden geweest om de diplomatie te laten voor het ambt van districtscommissaris? U moet weten dat ik van Nikeri ben. En terug uit het buitenland, in dit geval Guyana, zijnde in Paramaribo en dacht ik op een gegeven moment, laat mij toch iets voor mijn district betekenen. En daarom ben ik teruggekeerd naar Nikeri. En een paar maanden hier te zijn geweest, gesproken te hebben met de mensen, de zaken bekeken in Nikeri. En toen het mij gevraagd werd, heb ik gezegd, laat mij erover nadenken. Er is weer gevraagd, ik heb gezegd, in principe heb ik geen problemen als ik het district zou mogen leiden. En zo is toen het een en ander verlopen. Ben ik erin gerold. Oh, en hoe is het opgevangen bij de bevolking van Nikeri, bij de mensen van Nikeri, dat Nisha Kurban nu de DC is? Tot nu toe heb ik eigenlijk positief ervaren. De geluiden die ik heb gehoord uit de gemeenschap zijn powerful geweest naar mij toe. Ook in mijn vragen, in mijn gesprekken met de verschillende instanties, stakeholders, organisaties, zijn de zaken goed verlopen. Ik heb zo aangegeven hoe ik wil werken. En dat is ook wel positief ervaren. Dat is belangrijk, omdat je maakt een nieuwe start en het is goed als het positief wordt opgevangen. Maar u komt zelf uit Nikeri, u kent het reilen en zeilen in het district. U bent nu de burgermoeder van het district. Wat zijn voor u de beleidsprioriteiten? Op de eerste plaats heb ik mij eerst goed georiënteerd. Ik bedoel, daarvoor al kende ik dat. Maar dan bekijk je de problemen vanuit een andere bril. Hè? Maar nu als DC moet je wel een beetje anders er tegenaan kijken. En dat heb ik gedaan. Ik heb me natuurlijk hebben een aantal zaken al vanaf het begin mijn aandacht getrokken. Zoals onder andere een stukje veiligheid. Een stukje ordening. Dus daarmee ben ik begonnen. Maar natuurlijk kan je niet zo patsboom beginnen. Ik heb eerst gesprekken gevoerd met de verschillende instanties. En aan de hand daarvan, ik bedoel de geluiden uit de gemeenschap. En die geven eigenlijk richting waar je naartoe moet gaan. En u moet weten dat je als districtscommissaris eigenlijk ook binnen je mogelijkheden en je vermogen eigenlijk zaken kan aanpakken. En uit die hoofden heb ik dus geprobeerd een aantal zaken aan te pakken. En natuurlijk, Nikeri is een agrarisch district, een productiedistrict. Dus dat heeft al mijn aandacht. En al vanaf de eerste dag van mijn aantreden kan je zeggen, beginnen er bepaalde klachten binnen te komen. En dan moet je even kijken hoe je dat zo goed als mogelijk kan aanpakken. En tot nu toe lukt het een beetje. Vooral voor de kleine zaken lukt het wel, maar u begrijpt,
voor een grotere aanpak, dan bent u ook een beetje afhankelijk van de centrale overheid. Oké, dat zijn punten die reeds aandacht hebben. Maar wat zegt u dat nog niet is aangepakt? Er is nog geen aandacht daarvoor. Maar u als DC gaat dat binnen uw termijn wel zeker aanpakken. In mijn speech bij de beëdiging heb ik aangegeven dus dat rekening houdende met Nikeri als een agrarisch, met name rijst, district, moeten we ook kijken naar wat we allemaal anders ook kunnen doen, behalve de rijstsector. En mijn gedachten gaan ook richting toerisme. En ook eigenlijk stimuleren van niet rijst, van de niet-rijstsector alleen. Dus, laat ik het zo zeggen, behalve de rijstsector wil ik in principe ook kijken hoe we met een boeren ook een stukje diversificatie kunnen brengen. Dan denk ik meer in de richting van fruit en groenteteelt. U zegt, Nikeri is een landbouwdistrict met vooral de focus op rijst. En er zijn heel wat rijstboeren hier in Nikeri. Hoe is tot nu toe de samenwerking tussen u en de rijstboeren van hier? Ik heb ook de vertegenwoordigers van de rijstboeren, het zijn twee organisaties, heb ik ook uitgenodigd. En ook de rijstverwerkers had ik ook een ontmoeting met ze. En ik heb ze voorgehouden. Dus dat was meer kennismaking, maar ik heb ze dus dan ook de gelegenheid gegeven van kijk, ik ben er voor Nikeri om ook de productiesector verder te laten ontwikkelen. En we hebben dus het was een goed gesprek geweest, een goede ontmoeting. En tussendoor tot heden heb ik toch wel dat rijstboeren mij ook telefonisch gecontact hebben. En ik kan zeggen dus dat ik ben zeker van dat het een goede relatie is dat ik heb. En de relatie tussen u en de dienstverlenende instanties, daar heb ik het over KPS, Korps Brandweer Suriname, etc. Oh, daarmee heb ik wel een hele goede relatie. Ik had dus de gewapende machten had ik ook apart uitgenodigd. En het waren ook allemaal vruchtbare gesprekken, aandachtspunten zijn genoemd en we werken dus daaraan. En op weekbasis heb ik eigenlijk kan je zeggen, het is een structurele iets dat ik elke week, op de maandag vooral, een ontmoeting heb met de regiocommandant, mevrouw Forster, waar we het een en ander bespreken. Allemaal ten behoeve van de veiligheid van het district. U zei daarnet dat u het toerisme binnen het district ook een beetje gaat willen pushen. En de markt bijvoorbeeld is een trekker daarvan. Er komen heel veel toeristen, maar ook niet-Nikerianen naar de markt. En er speelt bijvoorbeeld een issue met de achterkant van de markt, bij de vis, bij dat visgedeelte, dat het wegkalft. Hoe denkt u dat het het beste aangepakt gaat worden? Of hoe denkt u dat u het gaat kunnen aanpakken binnen uw termijn? Wat ik vernomen heb, dus ik heb mezelf ook georiënteerd, ja. Ik ben bekend met de situatie. Wat ik vernomen heb, is dat er vanuit openbare werken er aan een oeververdediging gewerkt zal worden. Linkeroever van de Nikeri rivier. En daarover moet ik dus nog concrete en duidelijke informatie hebben. Ik denk dat ik dus met het ministerie van Openbare Werken ten aanzien daarvan eigenlijk meer informatie verwacht. Markt, ja, dat is ook een van de belangrijke plekken in het district. Het wordt heel druk bezocht tijdens de vakanties, weekenden. Dat heeft mijn aandacht ook. Er is wel met een Islamic Bank, moet er iets zijn. Dus dat heb ik van mijn voorganger vernomen. Ik had ook een gesprek met met ambassadeur Lal Mohammed. Als het goed is, dus moet er een project op het ministerie van regionale ontwikkeling zijn. Maar ik ben bezig ermee. Natuurlijk, je gaat niet in 1-2 dagen alles kunnen aanpakken. Dus het heeft toch eigenlijk dat is ook op mijn agenda. Ik ben bezig daarmee. Want dat kan niet zo blijven. En ten aanzien van toerisme, ik heb op mijn agenda staan dat ik een ontmoeting heb met enkele touroperators. En dat we zaken eigenlijk gaan bekijken. Hoe we toch wat meer kunnen aanbieden aan bezoekers in Nikeri. Oké, en nu over Nisha Kurban Babu zelf. Wat is uw achtergrond? Ik heb mijn opleiding
zoals iedereen, lagere school, Mulo-school, heb ik de AMS, de Algemene Middelbare School, doorlopen. Daarna heb ik sociologie gestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit. Dus in principe ben ik een sociologe. Ik heb, in Paramaribo heb ik een stukje werkervaring opgedaan. Een poosje gewerkt bij een studievoorlichting, ministerie van een onderwijs. Studiebeursen, studievoorlichting aan de Jesserunstraat, ja toch? Vervolgens heb ik ook mijn afstudeerstage heb ik gelopen op Stichting Planbureau, waarna ik ook dus daar voor een poosje heb gewerkt. In november 1991, ben ik vertrokken richting Nikeri. En was ik dus in het onderwijs. Ik heb de middelbare school, daar was ik verbonden als docent. Op HAVO, VWO, kweekschool, later is IMIAO bijgekomen. En daarnaast ook alle andere opleidingen vanuit IOL en COVAP en andere instanties. Ook op die van de politieopleiding. Dus alle mogelijke opleidingen die naar Nikeri kwamen, werd ik gevraagd of ik een onderdeel of een module of wat wilde doen. En daarna? Oké, in Nikeri was ik ook actief in een sociale organisatie voor vrouwen, Stichting Sari. We zijn bezig geweest met jongeren, vrouwen, minder draagkrachtigen in de samenleving. Ik ben ook heel politiek actief geweest in het veld. In 2012 ben ik weer richting Paramaribo gegaan, waar ik een poosje op het ministerie van Buitenlandse Zaken was verbonden. En in 2013 ben ik dus benoemd als ambassadeur voor Suriname en Guyana, waar ik 4,5 jaar als ambassadeur heb mogen functioneren. En die periode als ambassadeur in Guyana, hoe heeft u die periode ervaren? Ik heb het als een heel vruchtbare periode ervaren. Ik ben wel de mening toegedaan dat in die periode ik toch wel heb kunnen werken aan een stukje versterking van de bilaterale relatie Suriname-Guyana. Want in die periode is het ook geweest dus dat we zeker twee ontmoetingen met beide presidenten hebben gehad. En ik vond wel dus dat het vruchtbaar is geweest, die periode. En tot slot, DC Kurban, u bent pas aangesteld als een nieuwe DC van Nikeri. U heeft er zin in? Ja, zeker weten. Het boeit me wel. En dagelijks heb ik zoveel telefoontjes, zoveel ontmoetingen, want u moest ook bijna een half uurtje wachten voordat u binnen kon komen. Ik wil wel meegeven, het is heel interessant, een districtscommissaris zijn. Ik moet meegeven dus dat dit op de middelbare school als docent in sociologie en ook andere onderdelen van de sociale wetenschappen, was ik tevens ook decaan. En u weet, als decaan op de school komen er ook allerlei problemen naar je. Je ontmoet allerlei mensen, je komt in contact met mensen, hun situaties. Dus ik zie dus dat ik daar al een beetje getraind was en een districtscommissaris zijn. Is eigenlijk niet dat het iets vreemds is. Het leek alsof je op die manier verder gaat. Maar dan niet met jongeren alleen, maar eigenlijk met de hele gemeenschap. En wat ook zo interessant is, dus in de gemeenschap denkt men dat een districtscommissaris altijd een kant-en-klare antwoord op een probleem heeft. Maar ik blijf iedereen uitleggen dat binnen bepaalde mogelijkheden kunnen we beslissingen nemen. Wanneer u al een slepende probleem hebt, is het niet zo dat ik een toverstokje heb en een antwoord voor u klaar heb? Een oplossing daarvoor. Ja.